Een album? Kunnen we daar binnenkort al eens een keer wat verwachten? Nou, wij willen natuurlijk wel weer een album gaan maken. Alleen dat hangt af van het succes wat de singles gaan hebben. Ik vind, het is natuurlijk vrij kostbaar om een album te maken. En ik vind eigenlijk die singles, die bevallen me wel. Hè? Zoals de tour, de radiotour, tv-tour. Ja, dat is gewoon hartstikke leuk om te doen. En dat heb je met een single. Wat is nou het grote voordeel van een single dan? Nou ja, een single die wordt hoofdzakelijk komt die, wordt die veel gedraaid. Een album wordt in een playlist gezet en er komt af en toe eens een track voorbij. En een single is echt geconcentreerd op airplay. Je bent toch heel veel geld kwijt voor een nummer op te nemen. En een album is vrij prijzig. Maar ik denk dat wij heus wel weer een keer gaan komen met een album. Hoor. Want uiteindelijk is het zo, we hebben nu zoveel singles gemaakt dat we eigenlijk al een album kunnen vullen. De best of. Nee, geen best of meer. Nee, dat hebben ze vroeger gedaan, die maatschappijen. Ik vind het ook helemaal niks, de best of. Ik maakte vroeger, want ik ben natuurlijk al 25 jaar in het vak. En ik maakte een album. En het volgende album, de maatschappij die vond dat het volgende album het best of moest zijn. Dus ik heb daar zo de balen van, nooit meer een best of. Voorlopig nog even nou in en we kijken nou naar de nieuwe single. Ja, kijk, weet je wat het is? Ik hobbel altijd al 25 jaar door dit vak heen. Het is ook als enigste nog mijn vak. En ik blijf voorlopig nog even lekker nou eens zingen. En straks die opvolger en dat wordt weer een gezellige. Dus komt helemaal goed.